kan niet geloven dat je zoveel aandenkens hebt bewaard. Je hebt er wel duizend. Weten jullie deze nog? Onze uitnodiging voor het Queen's Gala. Dat was episch. Ik heb zelfs de verfbus bewaard van die waanzinnige achtergrond die je toen had geschilderd, Swag. Oh. En... kleur 707 Magenta Meltdown. Oh, hiermee heb ik toen ons portret gerepareerd. Oh, en ik moet dit hebben achtergelaten naar een spookachtige logeerpartijtje. Het was spookachtig. En aan deze sleutelhanger zat mijn allereerste sleutel toen ik dit huis kocht. Alweer een jaar geleden. Wow, dat betekent dat het jubileum is van de dag dat je het House of Surprises kocht. Dit moeten we vieren samen. Met een feestje. Dat betekent dat we creatieve cadeaus maken voor het huis. Ja. Dat vind ik nou een top idee. Laten we het doen. Wij ook toch? Tuurlijk. Iedereen weet dat je bij vrienden blijft. Natuurlijk jullie ook. Oh, wauw. Ik ben voorbereid. Ik heb altijd al gewild dat dit een creatieve plek voor mijn vrienden zou zijn. Ga je gang. Maak een plan voor jullie creatieve cadeaus. Hey, hoe teken je een liedje? Ik weet niet waar ik goed in ben. Huh? Is er iets in de hand met Swag? Wat een leuke plek hier. Oh nee, iedereen weet dat je bij vrienden moet blijven. Misschien heeft Swag hier wel leukere vrienden. Ik heb erover nagedacht en ik heb eindelijk een plan voor mijn cadeau. Ik ga een collage maken. Een collage van mini-jurken. Als in geen korte jurken, maar miniatuurjurken in een collage. Oh, dat is fantastisch. Ik ga een speciale deurbel maken met mijn stem die zingt welkom. En ik ben bijna klaar met mijn discobal bloempot. Dat is zo cool. Ik hou ervan. Hey, waar ga je de jurkcollage hangen, Neonlicious? Misschien daar zo? Wat een ontzettend goede vraag. Ik zat te denken aan de westkant vanwege het fijne ochtendzonnetje. Hey! Helm! Vraagt niemand van jullie zich af waarom Swag steeds weggaat? Dat is inderdaad vreemd. Maar ik heb ook een vraag. Wat ga jij doen voor het huis, Western Honey? Nou, het gaat nu niet om mij. Het gaat nu om Swag. Swag en haar nieuwe omgeving en misschien zelfs haar nieuwe betere vrienden. Waar heb je het over, Western Honey? Swag! Sinds ze weg naar een nieuwe hangplek is het niemand opgevallen dat ze niet eens zegt wat ze gaat doen voor dat housejubileum? Zo is Swag gewoon. Soms is ze wat stil, haar plek aan het vinden. Die vindt ze aan de andere kant van de stad. Nou, wij maken graag nieuwe vrienden. Hoe meer, hoe beter. Maar ze brengt ze niet hierheen. Het is daar naartoe. Ik durf te wedden dat we stiekem vervangen zijn. Dat is belachelijk. Ik kan het laten zien als ze er volgen. Hou je gedijst als een cowboy in het Wilde Westen. Kom maar. Wacht even allemaal. Dit is echt belachelijk. Swag gaat echt niet stiekem zomaar naar een andere hangplek toe. Huh? We zijn echt vervangen. Ja, wij in het House of Surprises. En wat moeten we nou doen dan? Swag, wat is er aan de hand? Wat hebben we verkeerd?
verkeerd gedaan. Oh, wat doen jullie hier? Het had een verrassing moeten zijn. Een verrassing? Nou ja. Ik was bezig met portretten van mijn favoriete House of Surprises herinnering met ieder van jullie. Aww. En daarna zou je ons verlaten voor een nieuwe hangplek. Oh, ik had een aparte plek nodig om te schilderen en om het een verrassing te houden. Kijk, dit was toen je me op het dak liet schilderen, Royal Bee. Dit ben jij in de game die je had meegebracht, Lady Diva, BB Driver. Dit ben jij op ons spookachtige logeerpartijtje, Neonlicious. Oh ja, ik slaap inderdaad met mijn hoed. En jullie twee? Ik heb het vermoeden dat jullie achter dit kleine drama zitten. Nou, het was eigenlijk vooral haar idee. Welkom! Wat is er, Western Honey? Ik weet nog steeds niet wat ik voor dit housejubileum kan geven. Waar ben ik eigenlijk het beste in? Nou, jouw talent is misschien overdrijven. En op dit moment heeft dit feest muziek nodig. Juist. En het moet waarschijnlijk zo'n 140 beats per minuut zijn. Iedereen weet dat een feestje begint met 140 beats per minuut.